Goedendag allemaal. Het is vandaag vrijdag 10 januari 2020. Het is nog vrij vroeg, dus net iets na negenen. Het is mooi weer. We hebben prachtig weer achter de rug gehad. Dus zacht, veel te zacht voor de tijd van het jaar. Maar we zitten in januari. De kop is er een beetje afvalvast van het nieuwe jaar. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar wij vinden januari eigenlijk altijd een beetje een moeilijke maand. Hè? Hoe moet je beginnen? Wat gaat het allemaal brengen? Na al die gezellige feestelijkheden van december, dan is die januari toch eigenlijk altijd een klein beetje een ontnuchtering, zou je kunnen zeggen. Want ja, wat gaat het allemaal brengen? Nou, is natuurlijk mooi. Een nieuw begin is altijd leuk, maar het is toch altijd even een start. Als je dan helemaal aan de gang bent, dan gaat het weer vanzelf. Kijk, je weet wat achter de rug is. We weten wat 2019 ons gebracht heeft. En wat 2020 ons gaat brengen, ja, dat weten we niet. En dat is maar goed ook. Want als we dat al zouden weten, dan zou het leven behoorlijk saai zijn, denken we. In de akkerbouw, waar is het eigenlijk over het algemeen nu al rustig? Want er groeit niks op het land. Maar die akkerbouwers die zijn natuurlijk wel druk bezig om te plannen wat ze dit jaar allemaal zullen gaan zaaien en zullen gaan poten. Want dat vergt de nodige voorbereiding voor wie het niet weet. Want je zou denken, ja, die boeren die rukken maar uit met die machines en dan is het allemaal zo gepiept. Maar zo zit dat niet. Wat gaan we zaaien? Wat gaan we poten? Wat zijn de mogelijkheden? En waar valt nog wat aan te verdienen? Ja, we weten allemaal dat er natuurlijk ontzettend veel contracten worden afgesloten in de akkerbouw, vooral in de aardappelwereld. En ja, zonder die contracten is het moeilijk, want je wilt toch enige zekerheid hebben omtrent je inkomen, vooral als je jonge boer bent. Maar er worden steeds meer geluiden gehoord van akkerbouwers die zeggen, we moeten als aardappeltelers onszelf gaan organiseren, zodat we wat meer grip zouden kunnen krijgen op de markt. Nou, we denken dat dat een illusie is, want dat zal niet meevallen. Kijk, aardappelen heeft één mooie eigenschap. Je kunt ze niet langer dan een jaar bewaren, hooguit. En dan zijn ze allemaal weg. En dan moet je weer fijn met een nieuwe lei en een schone lei beginnen. En dat is toch altijd wel welkom. Want dan weet je weer dat er nieuwe mogelijkheden zijn en nieuwe kansen. Ook als het een slecht jaar achter de rug is, dan komt er een nieuw jaar. En in akkerbouwkringen is het een bekend gezegde, een slecht jaar, dat is nog geen slechte eeuw. Schrale troost misschien voor degenen die een paar slechte jaren achter de rug hebben, maar ja, zo ligt het nou helemaal. Ja, en tot op heden mensen, we hebben het net al gezegd, het is natuurlijk nog een vrij zachte winter. We hebben nog geen winter gehad en het ziet er voorlopig ook niet naar uit als we de prognoses in de kranten mogen geloven. Nu vandaag wordt het alweer wat koeler, maar gisteren was het 12, 13 graden hier. Ja, dat zijn toch voor januari eigenlijk geen temperaturen die bij januari passen. Maar ze zijn er. Strenge vorst zou overigens best welkom zijn, al was het maar voor een paar weken om een heleboel ongedierte en andere ongerechtigheden in de natuur een flinke klap toe te brengen. Maar het zit er niet in. En voor de grond zou het natuurlijk ook buitengewoon goed zijn dat die grond dus lekker opvriest. Maar dan niet te vroeg, zo tegen de tijd. Ergens in februari zou het het allerbeste zijn, zodat bij het zaai klaarmaken de grond lekker valt. Ja, en dan kun je natuurlijk wel hopen op winter en hopen op van schaatsplezier. Piet Paulusma, u weet het, die is verhuisd naar Omroep Max. En die haalde even het nieuws door te roepen, er komt wel weer een Helfstedentocht. Maar als je dan las wat hij eigenlijk had geroepen, ja, dat was ook maar een greep uit de lucht. Want hij zei, ja, de eerstkomende 10 jaar zou het best eens kunnen dat er nog eens een Helfstedentocht komt. Ja, zo kan ik natuurlijk ook voorspellen. Dat is niet zo moeilijk, hè, want wie weet wat er in de komende 10 jaar gaat gebeuren. Misschien wel een hittegolf en misschien wel 5 koude winters. Wie weet. Maar wij hebben hier onze klimaatproblemen, of problemen zijn het eigenlijk niet. Maar als je nou kijkt naar Australië, we volgen het nieuws en we zien het ook regelmatig natuurlijk. Je kunt er bijna niet aan ontkomen. Gigantische branden teisteren dat continent. Het is daar droog, het is er gloeiend heet en dan staat er daarbij ook nog een stevige wind. Ja, en die waggert natuurlijk het vuur aan en die doet dat ook heel snel om zich heen grijpen. We hebben dramatische beelden gezien
droogte en hitte gijzelen en geeselen. Mens en dier daar, want ook de dieren natuurlijk en de mensen. Ja, kijk, de mensen, dat is natuurlijk, laten we zo zeggen, wij vinden als mens dat we altijd nog bovenaan de rangorde staan en dat ons leed misschien het grootste leed is. Maar als je ziet hoe die arme dieren daar in die bush gevangen zitten voor het vuur, die beertjes, die koala-beertjes en natuurlijk ook de kangoeroes en alles wat daar verder rondloopt, wat niet kan ontkomen, dat gaat natuurlijk ten onder. We zagen gisteren op de tv nog een item waarbij dierenliefhebbers, en we hebben met ze te doen, met die dieren, maar ook met die mensen, die daar een gewonde, verbrande, half verbrande kangoeroe aan het verzorgen waren om zijn pootjes beter te maken. En van alles en nog, want dan denken we, mensen, wij hebben waardering voor jullie betrokkenheid en jullie dierenliefde, maar zou zo'n kangoeroe daar nu mee geholpen zijn om hem het leven te redden op deze manier? En wat voor leven heeft hij daarna nog? Zou zo'n beestje niet veel beter af zijn geweest met, ja, gewoon een euthanasie? Want jong, je kan dat toch allemaal niet gaan redden? Natuurlijk, we willen helpen. We willen helpen en als we zoiets zien, dan zijn we vol met mededogen daarom. Maar ja, je kan niet alles veranderen. We zitten natuurlijk gevangen in het klimaat. En men roept, ja, Australië een gevolg van klimaatverandering. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar we weten het niet. En als je dat roept, dan krijg je van een heleboel mensen ongetwijfeld gelijk. En dan zullen ze ook zeggen, we moeten daar wat aan doen. En dat zou kunnen. En we willen allemaal best helpen. Maar ja, voorlopig brandt het daar. En heb je gezien, het is wel een feit, als een straffe wind het vuur voortjaagt door de bossen, dan gaat dat heel snel. En dan verschroeit het heel snel, al het ondergroeisel. En dat is dan allemaal schoon. Maar door die snelheid dat dat vuur doorgaat, zijn de bomen natuurlijk een moment geblakerd. Maar zodra er regen komt, en dat zal ongetwijfeld ook wel weer een keer komen natuurlijk, dat kan bijna niet anders, dan zul je zien dat het heel snel allemaal weer gaat groeien. Want vuur dat door de wind wordt voortgeblazen, dat gaat heel snel en dat richt relatief weinig schade aan de wortels van de boom. Kijk, we hebben vroeger, toen we de maïsvelden in Tanzania en we moesten de maïsstoppels verbranden om het veld weer een beetje schoon te krijgen, dan was het natuurlijk niet slim om het vuur aan te steken met de wind mee. Want dan ging het veel te snel het veld over. Je moest altijd het vuur aansteken tegen de wind. Want dan brandt het langzaam en dan verteert het ook alles wat op het veld ligt. Dus dat is natuurlijk een punt wat in Australië dan niet zien, want het vuur wordt voortgejaagd door stormachtige winden. Ja, en zo heb je in elk land wel wat. Want in Kenia bijvoorbeeld, dan zul je, misschien hebben veel mensen daar geen weet meer van, maar er zijn nu bepaalde gebieden in Kenia die worden geteisterd door springhanen, locust, zoals het daar heet. Springhanenplaag. Je gelooft het niet, maar als je het ziet, duizenden springhanen die in de kortst mogelijke per tijd een gewas opvreten en kaal vreten. Daar wordt aan gewerkt en daar wordt natuurlijk ook bestrijding tegengevoerd en daar zijn speciale teams in Afrika die springhanen zwermen in de gaten houden, zodat ze weten waar ze zijn en waar ze mogelijk naartoe kunnen gaan. En dan kan je ze bespuiten, kan je ze doodspuiten. Ja, dat is dan de enige mogelijkheid. Maar die arme boertjes die nou op dit moment daarmee te laat zijn, hè, dat het niet is gespoten en die springhanen op hun gewassen zitten. Ja, die zijn mooi de klos, want ze vreten alles kaal. Ja, en niemand heeft natuurlijk, laten we zo zeggen, niemand heeft medelijden met springhanen als die dood worden gespoten. En we zagen ook een frappant beeld in Friesland, waar ze nog steeds op sommige plaatsen te kampen hebben met muizenplagen in de weilanden. En wat doen we dan om daarvan af te komen? Dan verzuipen we, of laten we het leuker zeggen, dan verdrinken we die muizen door een gigantische hoeveelheid water op dat veld te brengen, zodat al die holen vollopen en die veldmuizen het leven laten. En ja, we hebben nog niemand gehoord die daar nou een traan over heeft gelaten, want ja, dat is nou helemaal schadelijk en schadelijke dieren die ruim je gewoon op, net als ratten en muizen. En destijds in Australië ook de konijnen en de grote padden die in het noorden een plaag vormden. Het is maar altijd, alles is respect, alles is betrekkelijk in het leven, zie je wel.
Ja, en dan hebben we deze periode natuurlijk de nieuwjaarstoespraken. Vele nieuwjaarstoespraken die worden gehouden. En daarin wordt wel eens wat zinnigs gezegd. En vaak ook gekeken naar de toekomst. We wachten nog, of komen die misschien niet, op de nieuwjaarstoespraken van bijvoorbeeld de leiders van het LTO. Land- en tuinbouworganisatie, bijvoorbeeld meneer Calon of nog anderen. En ook een nieuwjaarstoespraak misschien van de leiders van de Farmers Defence Force. En wat al niet meer. En de vraag zal zijn, en de grote vraag zal zijn, wat zal de nieuwjaarstoespraak worden als ze al niet is gehouden, maar waarschijnlijk nog wel zal komen, van onze minister van Landbouw, Carola Schouten. Want we zitten allemaal met spanning op haar reacties te wachten. Hoe zij de stikstofproblematiek aan gaat pakken en hoe zij zal omgaan met ons boeren. En daar zijn we natuurlijk wel heel erg benieuwd naar. Ja. Maar ja, zo zijn er allerlei dingen in Nederland om nog maar even wat verder te gaan. Er is op het ogenblik een actie aan de gang om de messen op straat te verbieden. Maar nou komen we even terug. Kijk, bij een mes, wat kun je allemaal met een mes doen? Elke boer zou je zeggen in Nederland zal vast en zeker wel een zakmes hebben. Of een mes op zak, dat is het verschil. Een zakmes is wat anders dan een mes op zak. Want een zakmes, kijk... We hebben er ook eentje, dat was vroeger, dat noemden ze zo'n Zwitser zakmes. Een ontzettend handig ding. En ja, dat moet je op zak hebben. En waarom moet je, dat is handig. Ik heb al zo vaak meegemaakt en velen met mij. En het is natuurlijk een steekwapen, want als we het hoofdmes eruit halen, dan is dat toch een behoorlijk geval. Maar je kunt er een heerlijke appeltje mee schillen als je zomaar ergens onderweg bent. Of een stokje mee snijden, of een touwtje mee doorsnijden, of iets lospeuteren. Ja, en dan komt er nog bij dat het zogenaamde Zwitserse, ik weet niet, dit is ooit Zwitsers geweest, denk ik, maar het logo is er afgesleten. Of het was waarschijnlijk een nep Zwitsers mes. Maar het voldoet buitengewoon. En je zou kunnen zeggen, ja, met zo'n mes op zak, daar kan je toch niemand kwaad mee doen. Maar ja, je kan met alles iemand kwaad doen als het erop aankomt. Maar zo'n mes, het is ontzettend handig en dat zouden we toch niet graag missen. We hadden voorheen nog een ander mes, een oud mes van onze eigen goede vader. Dat hebben we lang gehad en op een zeker moment zijn we het kwijtgeraakt. Het was ook helemaal afgesleten. Het was een mooi mes met een houten lemet. En ja, je kon er eigenlijk ook weer een appeltje mee schillen. Maar op een zeker moment waren we het kwijt en toen hebben we het een tijd lang gemist. Hadden we geen mes en elke keer grepen we in onze broekzak als we iets nodig hadden. En toen hebben we dit maar aangeschaft. Geen probleem zouden we zeggen, een zakmes voor eigen gebruik. Dat kan geen bezwaren opleveren. Ja, dan tot slot, beste mensen. We hebben het allemaal gevolgd in het nieuws. We hebben allemaal even met de bijeengeknepen billen gezeten. Wat gaat Iran doen na de droneaanval van Amerika op een paar van hun leiders? Nou, en dan los daarvan, we blijven buiten de politiek. Maar wat ons ontzettend interesseert is hoe het toch mogelijk is dat men met een drone zo kan sturen vanuit een... verre locatie waarschijnlijk, zo kan sturen naar een bepaalde auto waarin ze dan informatie hebben gekregen uit het besturingscentrum. Die en die auto, daarin zit ons doel. En zorg dat je die uitschakelt. Nou, hoe dat allemaal is gegaan, we horen steeds berichten doorcijpelen dat er op dat vliegveld informanten zaten die natuurlijk informatie hebben doorgestuurd naar de mensen die achter de drone zaten. En dan zie je wat er gebeurt, dat men zo precies iemand uit kan schakelen. Ja, die drones, dat is me toch wat. En wij in de landbouw, wij gaan er ook steeds meer gebruik van maken. En in dat opzicht zijn ze vreedzaam bedoeld, maar zo is het met alles. Je kunt met de mes je brood snijden, maar je kunt met de mes ook iemand verwonden of zelfs doden. Beste mannen en vrouwen, dat was het voor vandaag. We zouden zeggen, maak er een mooie week van, want... ook al is het januari, we zijn er doorheen. Wij kijken vol goede moed naar de komende dagen. En we zijn blij met het feit dat we hier nu hier staan. En het voorjaar al langzaam maar zeker kunnen zien ontwikkelen. Houdoe en bij leven en welzijn tot volgende week. En de hartelijke groeten van Marijntje.